Nou ja, de boter. Maar de ik wil even naar de jeukwoorden, want die moeten we niet vergeten. Nee, dat we nog jeukwoorden, op... dat is wel een groot onderwerp. Jeukwoorden op kantoor. Ja. Ja, Noem er eens een paar. Ik heb er ook een paar opgeschreven. Uh, toegevoegde waarde creëren, vind ik heel erg. Waarde gedreven, procesgedreven. Waarde gedreven. Uh, mensen de kracht zetten, natuurlijk. Dat Uitrollen. Is die... Uitrollen. Uitrollen. Uh, uit je Chaligen. comfortzone komen. Uh, en dan al die Engelse jeukwoorden. Uh, Scrummen, backlogs, roadmaps. Nou, je, je wil het niet weten. Agile. Agile. En ja, ja, jij noemt dat uh, camouflage, die taal. Ja. Uh, dat is allemaal, het is allemaal camouflage taal gewichtiger maken. Dat is een hele belangrijke reden waarom mensen die taal uh, gebruiken. Dan lijkt het natuurlijk alsof ze echt heel belangrijk zijn. Maar het is vooral het verbergen dat het eigenlijk nergens over gaat. Want als je moet in duidelijke taal moet uitleggen wat je nou eigenlijk de hele dag gedaan hebt, ja, dan kom je er natuurlijk achter dat het eigenlijk meestal heel weinig voorstelt. Um, als je het in duidelijke taal gaat uitleggen, dan snapt ineens iedereen het. En dan denkt iedereen, nou. Dus eigenlijk helemaal niet zo interessant wat die persoon aan het doen is. En dus als je zegt: van Ik, heb, ik ben vanochtend begonnen met een stand-up. Uh, en ik heb vervolgens een town hall gehad. En daarna een deep dive. En daarna een brainstorm. Uh, dan ben je eigenlijk aan het verbergen dat je de hele dag alleen maar hele saaie vergaderingen <laughs> hebt gedaan. Ja, Frans, heb jij wel eens op kantoor gewerkt? Ja, nee, gelukkig nooit. <laughs> maar ik heb wel altijd op congressen gewerkt. En dan, uh, dan ongeveer vergelijkbaar alle termen kwamen dan voorbij. En dat was altijd grappig. dan riep er altijd wel in. In een tijdje terug, dat is nu alweer uit de mode. Out of the box denken. Out of the box denken. Ja. Maar ik kwam natuurlijk ja. uit de achterhoek en dan moet je er wel mee oppassen, want box is bij ons broek. dus <laughs> oud of the broek drinken is dan wel weer een ander verhaal, <laughs> lijkt mij. Precies. Ja, Terwijl je veel beter in je eigen doos kan blijven zitten, he, want dat is veel veiliger. Je krijgt veel meer gedaan, uh, je wordt minder afgeleid. He, dus dat de hele out of the box denken, hoezo? Waarom moet je altijd uit je doos? Blijf liever gewoon lekker maar in je, je eigen doos zitten. Maar zonder boterhammetjes in ieder geval. Zonder ja. de boterham. Is